Beste kijkers, vandaag zijn we op Texel waar we de vijf mooiste vakantieparken bekijken en tippen we de ultieme bucketlist activiteiten op Texel. Het Waddeneiland Texel is niet alleen het meest bekende eiland van Nederland, het is ook het makkelijkst bereikbare eiland van de Waddeneilanden. Slechts 20 minuten varen vanuit den Helder en je staat op Texel. Tussen de duinen liggen diverse vakantieparken. Een van de mooiste is Sluftervallei. Het vakantiepark is prima voor gezinnen, maar ook voor natuur- en strandliefhebbers. Het vakantiepark ligt in de duinen en nabij de rode vuurtoren. Er is een zwembad, tal van sport- en speelmogelijkheden en heb je een ruime keuze aan accommodaties. Een ander pareltje is Vakantiepark de Krim. Dit vakantiepark is perfect voor waterratten. Plons in het te gekke buiten- en binnenzwembad met drie waterglijbanen. Een groot binnenzwembad, een wildwaterbaan en een spraypark in Tesselse stijl. Daarnaast ligt de zee en het zandstrand op wandelafstand. Vind je de vorige twee vakantieparken wat te druk? En zoek je een rustig vakantieadresje op Tessel? Dan is Landal Beach Park Tessel perfect. Er zijn nagenoeg geen voorzieningen wat de rust ten goede komt. Zoek je vermaak voor je kinderen, dan is Kustpark Tessel een goede keuze. Het vakantiepark beschikt namelijk over een binnenzwembad met waterglijbaan, zijn er tal van sportmogelijkheden en is er een animatieteam. Je hebt een ruime keuze aan vakantiehuisjes, van luxe tot comfort en vanuit je huisje wandel je ook zo naar het strand en naar de koog. Gaat je voorkeur uit naar een adresje in het centrum van de koog? Dan is Strandplevier Suites perfect. Je verblijft in fijne suites met een terras of balkon. Wil je de dag in stijl afsluiten en niks missen van de zonsondergang op Tessel? Dan is de Rooftop Lounge van het complex een zalig plekje. Ben je op vakantie op Tessel, dan moeten deze vijf activiteiten op je bucketlist. Beklim de rode vuurtoren. Maak een parachutesprong, ga lammetjes knuffelen, zeehonden kijken en neem een duik in het koude zeewater. Beste kijkers, dit was het mooie Tessel. Voldoende tips en mogelijkheden. Als je een vakantie overweegt naar Tessel, check dan de links onder de video met onze aanbevelingen. Bedankt voor het kijken en tot ziens in de volgende vakantievideo.